Rond 1:30 s'nachts stormde een man het casino op het Pieter Vredeplein binnen en bedreigde het personeel met een pistool. Hij ging er vandoor met een onbekend geldbedrag en de politie is nog op zoek naar de man. Volgens een ooggetuige die niet op televisie wilde, gebeurde alles razendsnel. Iemand trekte een pistool. Ja, die wou gewoon al het geld hebben. Ja, ik stond twee mensen naast, ja. Maar ik moest wel toekijken. Ja, die had een pistool in zijn hand. Ja, zelf een jongen, dat was bij kassa, die wou gewoon 2 meter verder lopen. Maar die overvaller zei tegen hem, niet 1 stap verder. Je moet gewoon daar staan. Ja, wat kun je doen? Gewoon voor Jack's Casino gewoon geld gewoon redden. Gewoon, ik kon niet op hem springen, nee, echt niet. Afgelopen jaar zijn meerdere gokhallen doelwit geweest van gewapende overvallers. Onder andere een aantal gokhallen in Eindhoven. Eén daarvan werd zelfs 2 keer kort na elkaar overvallen. Ook een gokhal in Roosendaal werd 2 keer verrast door gewapende overvallers. Bij veel van deze gokhallen kun je overdag gewoon naar binnen lopen. Bij deze Jack's Casino in Tilburg gaat 's avonds de deur op slot en moet je worden binnengelaten. De overvaller gisternacht is met een andere gast naar binnen gelopen.